30 jaar lang is hij min of meer tegen wil en dank bisschop geweest onder 4 verschillende pausen. Kerkleider in een bewogen periode van de Nederlandse kerkprovincie. Adrianus Simonus werd verguisd en aangevallen op zijn orthodoxe standpunten. Maar er was in toenemende mate ook waardering voor zijn kwetsbare oprechtheid en mildheid naar mensen toe. Zelf zegt hij daarover: ik ben geen vechtjas van nature. Ik ben wel een man met hechte overtuigingen. Mild kan ik zijn nadat kwaad gebeurd is. Maar voordat het gebeurd is, moet ik principieel zijn. Het beeld dat ik altijd van kardinaal Simonis gehad heb, is dit hier zo. Het beeld dat hij eigenlijk pastoor gebleven is. Dat is een man die kinderlijk blij kan zijn over bepaalde menselijke contacten, ook soms kinderlijk bedroefd als sommige zaken niet goed lopen. Een heel hartelijk man en heel nabij. Adrianus Johannes Simonus wordt geboren op 26 november 1931 in het Zuid-Hollandse Lisse. Als ene oudste in een gezin van 11 kinderen. Als jongen van 6 weet hij al dat hij priester wil worden. Hij doorloopt het klein en groot seminarium en wordt op 15 juni 1957 tot priester gewijd. Hij studeert bijbelwetenschappen in Rome en promoveert daar in 1966 tot dokter in de exegese. Terug in Nederland volgt een aanstelling als kapelaan in Den Haag. In Nederland heerst in die tijd, na het Tweede Vaticaans Concilie, binnen de kerk een sfeer van vernieuwing. Ook bij de Nederlandse bisschoppen onder leiding van kardinaal Alfrink. Op het pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie in Noordwijkerhout pleit men onder meer voor het gebruik van voorbehoedmiddelen en afschaffing van het verplicht celibaat. Kapelaan Simonus valt daarop als woordvoerder van de behoudende gelovigen en keert zich krachtig tegen hervormingen. Zijn opstelling moet ook de pauselijke nuncius in Den Haag zijn opgevallen. De benoeming van kapelaan Simonus op 29 december 1969 tot bisschop van Rotterdam leidt tot grote verontwaardiging. De 14 dekens van het bisdom Rotterdam, die dienstbaar willen zijn aan deze geloofsgemeenschap, die deze geloofsgemeenschap een goed hart toedragen, ik herhaal woorden die zojuist hier gesproken zijn, dat deze 14 dekens niet geëmotioneerd, volkomen eerlijk, bewust van hun verantwoordelijkheid, hebben gemeend om dokter Simonus te moeten vragen zijn ambt niet te aanvaarden. En toch moet ik u zeggen dat ik met al deze tegenreacties voortdurend denk aan het woord van Petrus in de Handelingen van de Apostelen: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Op 20 maart 1970 volgt zijn wijding door kardinaal Alfrink. Ik geloof niet in een democratie van de kerk, in de kerk, want de kerk is bij wezen geen democratie. De kerk wordt geleid en bestuurd door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die bestuurt de kerk door zijn vrije geestesgaven die hij aan mensen schenkt. En onder die geestesgaven hoort als een van de eerste het ambt. En dat ambt dat is tegelijkertijd ook geschonken aan de kerk om de geestesgaven te onderscheiden. Het is een kerk van Petrus en de andere apostelen. En dat zet zich voort in paus en bisschoppen. Bijna 1 jaar na deze geruchtmakende benoeming werd in Roermond bisschop Gijssen benoemd. Een duidelijk conservatief priester. Simonus was het in veel zaken met Gijssen eens, maar er ontstonden mede daardoor steeds meer spanningen tussen de bisschoppen. Het liep zo hoog op dat de paus persoonlijk ingreep. De bisschoppen moesten in 1980 naar Rome komen om hun moeilijkheden te bespreken. De meningsverschillen gingen onder andere over de priesteropleidingen, de plaats van de gehuwde priesters, de rol van de vrouw in de liturgie en de inspraak van leken in de kerk. Na veel touwtrekken kwam er uiteindelijk een nieuw beleidsplan. En tussen de vergaderingen door vond bisschop Simonus nog tijd voor zijn grote hobby, orgelspelen. Opnieuw zijn veel gelovigen teleurgesteld als paus Johannes Paulus II, de jonge bisschop, in 1983 tot aartsbisschop van Utrecht benoemd, als opvolger van kardinaal Willebrands. Een protestdemonstratie voor de kathedraal in Utrecht begeleidt zijn installatie op 3 december. Ik heb begrip voor alle teleurgestelde en verdrietige gevoelens. Voor de tweede maal achtereen treedt een nieuwe bisschop aan terwijl zijn voorganger nog gezond en wel in leven is. En weer komt de benoemde van buiten dit bisdom. Ik van mijn kant sluit de kerk van Utrecht in mijn hart
en wil haar alleen maar dienstbaar zijn. Evenals het accepteren van zijn benoeming in Rotterdam, valt het hem ook ditmaal zwaar. Ik moet u eerlijk zeggen, toen het ja-woord gevallen is in gehoorzaamheid, en dat heeft me nogal wat moeite gekost. Toen dat eenmaal achter de rug was, dan zeg ik, het moet zo zijn, het is het heilige moeten, ik heb het zelf niet gewild. Als het tegenvalt, zal wel eens erg moeilijk zijn, maar hoeveel mensen hebben het in het leven niet verschrikkelijk moeilijk? En laat ik me daar dan maar aan optrekken. 2 jaar later wordt aartsbisschop Simonus tot kardinaal gecreëerd. Zijn uitspraken in de media leiden regelmatig tot opschudding. In een radio-interview wordt kardinaal Simonus gevraagd of hij er begrip voor zou hebben als een huiseigenaar iemand een kamer weigert omdat hij homo is. Zo iemand heeft een geweten. En die ziet vanuit zijn geweten, dit is geen juiste levenswijze. En ik wil daar niet aan meewerken. En die moet ik het recht laten om dat zo te beslissen. En dat we boos over zijn, dat zullen we weten. Daarom... Aanzet tot homohaat, vindt het COC en spant een kort geding aan tegen de kardinaal. Een demonstratie trekt langs het bisschoppelijk paleis. Nou, ik vind het een verschrikkelijke man. Zulke uitladingen, dat kan gewoon niet. De Utrechtse rechtbank wijst de aanklacht tegen de aartsbisschop af. Kardinaal Simonus leidt onder de harde kritiek van geloofsgenoten en aanvallen in de media. Zoals na het plotselinge aftreden van monsieur Beer. Een tragisch gebeuren voor een persoon. Je zult toch maar zo besproken worden. Zoals wij hier nu een uur lang door allerlei fotografen steeds maar op een onbehoorlijke wijze worden behandeld. Dat noemen ze dan recht op privacy. Wij moeten eerbied hebben voor een menselijke persoon en boven alles eerbied voor de waarheid. En ik zou willen vragen om zo delicaat mogelijk met personen en met de waarheid om te gaan. Zijn functie als leider van een verdeelde geloofsgemeenschap valt hem voortdurend zwaar. In 1985 zegt hij daarover... Ik ben een mens met mijn mogelijkheden, met mijn onmogelijkheden, met mijn hebbelijkheden, met mijn onhebbelijkheden, met mijn zwakheden. Maar ik moet dit nou eenmaal doen en ik probeer er met Gods hulp het beste van te maken. En monsieur Muller, de toenmalige bisschop van Groningen over Simonus... Hij heeft een grote liefde voor de kerk. En hij heeft ook een grote liefde voor de eenheid in de kerk. En dat is zijn grote zorg. Dus hij lijdt toch wel erg onder al die tegenstellingen die er zijn. Kardinaal Simonus wordt in de media vaak kritisch bevraagd. Ik denk dat er toch een beetje van inzicht veranderd moet worden. Want anders is er straks niemand meer voor die gelovigen. Nou, daar zou er heel veel over te zeggen zijn. U zegt op de eerste plaats, we hebben de vrouwen hard nodig. Hè? Die hebben we ongelooflijk hard nodig. Ja, niet ik kom... doen. Ik bedoel als priester. Maar, nee, niet als priester. Leidt u daaronder dat in uw 30-jarige bediening die u heeft als bisschop en later als aartsbisschop de katholieke kerk achteruit is gegaan? Daar leid ik aan en daar leid ik onder. Ja. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Heeft u nooit het gevoel gehad dat u in uw positie dat proces had kunnen keren? Dat heb ik niet gehad. Ik heb wel altijd het idee gehad, ik had misschien veel meer kunnen doen en veel beter me kunnen inzetten. De kardinaal neemt ook duidelijk stelling in maatschappelijke vraagstukken. In 1998 voert hij met de Raad van Kerken actie tegen de 24-uurseconomie. Met dominee Plazier spijkert hij stellingen op de poort van het Binnenhof. In de laatste periode van zijn ambtstermijn laat kardinaal Simonus het bestuur van het aartsbisdom steeds meer over aan anderen. Presenteer het vaandel. Zwaait het vaandel, speciaal voor kardinaal Simonus. De aartsbisschop geniet er vooral van als hij het vormsel kan toedienen. Als hij contacten heeft met gewone gelovigen. Dus hier is de bisschop. Nou kom ik eens even kijken naar de kardinaalsaus. Naar de kardinaalsaus. Simonus bij de opening van het restaurant De Bisschop in Wijk bij Duurstede. Heerlijk. En dan weet ik ook hoe ik het zelf moet maken daar. Nou, eet ik dat voor dan iedere dag, dan word ik meer kardinaal. Want een mens is wat hij eet. Als hij 75 jaar wordt, dient de kardinaal, zoals gebruikelijk, zijn ontslag in. Hij blijft aan tot zijn opvolger monsieur Eijk is benoemd. Op 8 december 2007 neemt kardinaal Simonus feestelijk afscheid als aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Uit handen van minister Hirsch Ballin ontvangt hij het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Zover zijn gezondheid het toelaat, blijft hij pastoraal actief. Ook de media weten hem nog te vinden, bijvoorbeeld als het om het seksueel misbruik in de kerk gaat, zoals in 2010. U bent heel erg lang de hoofdautoriteit in de Nederlandse Katholieke Kerk geweest. En ook al voor die tijd was u bisschop.
Wat wist u er eigenlijk van? Het is een hele gevaarlijke uitspraak die ik doe, want het is zeer beladen. Wir haben es nicht gewusst. Dat is behoorlijk beladen, ja. Ja, dat is behoorlijk beladen, maar het is wel waar. Een ongelukkige uitspraak van de kardinaal, die hij achteraf zeer betreurt. Ik noem me wel eens een eenvoudige plattelandskardinaal. In 2014 verschijnt zijn lijvige biografie, geschreven door journalist Tom Krijnen. Het is een eerlijk man. Ik heb nooit bij al die gesprekken die ik met hem heb gehad het idee gehad van dat hij dingen voor me achterliet of dat hij zaken anders voordeed als ze in werkelijkheid waren. Ik heb de ondertitel gelezen, Kerkleider in de branding. Nou, meneer Krijnen, u had het ook met een lange ei kunnen schrijven. En zeker de eerste 20 jaar van mijn bisschop zijn.